Yo mensen, Jarask hier en welkom bij weer een nieuwe start van een nieuwe serie natuurlijk op mijn kanaal. In deze serie probeer ik mijn oude serie die ik had en die ik natuurlijk ook al voltooid heb opnieuw te halen, maar met een twist eraan. Want ik had natuurlijk een tijdje geleden, dat weten jullie misschien nog wel, had ik een serie lopen, The Road to Life Team Deathmatch Nuclear. Ik wil die serie opnieuw gaan beginnen, maar ik wil hem wat moeilijker maken. Want ik heb die serie toen de tijd gehaald natuurlijk, ik heb de Team Deathmatch Nuclear gehaald, live in een filmpje. En dat was leuk, ik heb veel plezier aan gehad natuurlijk, want Team Deathmatch en een nuclear halen is gewoon leuk om te spelen. Alleen ik wilde nu een beetje een twist aan gaan geven, want wat ik moet gaan doen in deze serie, dit is dus aflevering nummer 1, is ik moet een Team Deathmatch Nuclear gaan halen. Gewoon met de UAV counter, UAV in de Orbital Visit, want dat staat natuurlijk gewoon standaard. Maar ik moet het halen met een wapen en clash die jullie in de comments hebben achtergelaten. Dus, wil jij dat ik met de A94 ga spelen? Laat me weten. Wil jij dat ik met de Chicom ga spelen? Laat me weten. Wil jij dat ik zonder Toughness ga spelen? Laat het me weten. Laat alles weten in de reacties en dan pak ik de leukste, raarste clash in de volgende aflevering. En bij elke aflevering die ik ook upload, probeer ik steeds weer een andere clash te pakken. Dus ik probeer het dus gewoon te halen met jullie clash. En ja, wie weet, de ene dag speel ik dan echt gewoon met de kut clash. De andere dag speel ik misschien met een wat chillere clash. Maar het is dus dan steeds elke aflevering totaal anders. Er is steeds een ander wapen, steeds andere perks, steeds allemaal andere shit. En ik denk dat dat de serie wel weer leuk maakt. Dus als je dit nou een leuk idee vindt, laat maar weten door middel van een duimpje omhoog. Dat helpt mij natuurlijk enorm als jullie even een duimpje omhoog willen achterlaten. En ja, dan gaan we gewoon knallen, man. Dit is spookje nummer 1 dus. Het is een playing game op de map Carrier. Team Deathmatch natuurlijk. En ik speel gewoon nu eventjes nog steeds met mijn normale clash. Om jullie even te laten zien dat het natuurlijk wel gewoon makkelijk kan met een normale clash. Waarschijnlijk als ik met een normale clash speel, wat ik nu dus in mijn handen heb, haal ik er waarschijnlijk, denk ik, als ik nu even snel moet uitrekenen, in 5-4 potjes, zo ongeveer. Maar als ik dus zometeen met jullie kut clash ga spelen, wie weet haal ik hem dan wel in 30 afleveringen, in 10 afleveringen of wat dan ook. Dus laat me even weten, in midden van een duimpje omhoog. En dan gaan we gewoon knallen, man. Nog 25 kills moeten er worden gemaakt in dit potje. Dus kom op, teammates. Ik speel steeds één potje achter elkaar. Dat wel. Dus soms duurt de aflevering misschien 5 minuten. Andere keer duurt die 4 minuten. Maar ik wil niet steeds 3.000-4.000 games achter elkaar gaan spelen. Want dat haalt ook natuurlijk een beetje de sfeer ervan af. Want misschien ben ik dan al in 3 afleveringen klaar of zo. Als ik 3 afleveringen in 1 aflevering ga proppen. Dus 3 potjes in 1 aflevering. Dus dat ga ik niet doen. Ik speel gewoon steeds één potje. Team Deathmatch van het begin af aan. Dus niet een playing game. Als ik in een playing game kom, dan speel ik nog wel een potje erachteraan. En dan hoop ik natuurlijk dat ik het zo snel mogelijk kan halen. En wie weet haal ik hem snel. Wie weet haal ik hem langzaam. Maar dat zien we natuurlijk wel zelf wel. Ik wil ook, als ik deze serie heb gehaald, misschien wel doorgaan voor een serie voor de Road to Life Double Nuclear. Maar dan moet ik natuurlijk eerst even deze halen, zodat het niet te veel wordt. En maat, je zit de hele tijd uit de camper. Dan wil ik je oppakken. Dan ben je opeens weg, jongen. Wat een kutlul. Nog 7 kills, jongens. Dan hebben we gewonnen. Nu nog 6. Oh, what the fuck. Hé, hey, maat, als ik op je schiet, dan wil ik wel graag dat je doodgaat, jongen. Nog 3 nu. En hebben we alweer gewonnen, man. Het was een heel snel potje hier, hoor. En we waren wel lekker bezig aan het begin. Maar daarna zwakte we weer echt heel erg hard af, man. Ga je altijd. Aan het begin ga je lekker. En dan ben je een paar keer doodgaan. En dan ga je weer slecht. Maar ja, 23 kills heb ik gepakt. Dit was gewoon eventjes het introductiepotje, natuurlijk. Dus als je een clash voor me hebt, laat het weten in de reacties. Het mag van alles zijn. Elke perk, elk wapen. Maar je moet wel opletten, ik moet er een nuclear mee halen. Dus als je zegt een riot shield, een ballistic knife, een crossbow, wat dan ook, dan lukt het gewoon niet. Zo makkelijk is, daar kan ik natuurlijk geen nuclear mee halen. Dus laat wel een beetje een normale clash achter. En wie weet ga ik dan jouw clash gebruiken. Dus bedankt voor het kijken naar aflevering nummer 1. Ik zie jullie wel in aflevering nummer 2, mensen. Bye bye. En hoeveel streak hadden wij? Hey, we hadden alweer een 10 streak. Woo! Tot en met de volgende aflevering, mensen.